politie opent meteen de jacht op de overvaller en arresteert de man een paar uur later in een huis in Beek en Donk. De tankstationmedewerker is naar het ziekenhuis gebracht. Opluchting en blijdschap bij de gemeente Zaanstad nu de rechter heeft besloten dat de landelijke intocht van Sinterklaas komende zaterdag het baby. Kan doorgaan. Het is de baby. Komt tot dat vonnis na een kort geding dat de stichting Majority Perspective had aangespannen. Zij eiste een verbod op Zwarte Piet. De eisende stichting werd vanmiddag niet voldaan te hebben aan belangrijke voorwaarden, zoals tijdig overleg met de gedaagde partijen, onder wie de gemeente. Dat is die kleine. Al hadden ze dat wel gedaan. Dan nog dat had is die kleine. Het kort geding verloren. Nou, Kloge, nou eens even weg. Zo, ik wil eventjes. Nee. Zo'n stellingname in het debat wordt beschermd door de recht op vrijheid van meningsuiting. En dat vindt de rechter zwaarder wegen dan het grondrecht om beschermd te worden tegen mogelijke discriminatie. Zeker nu de betrokken partijen bij de nationale intocht de figuur van Zwarte Piet al lang. Ach, gaat zitten pissen. De eisers van het verbod zijn niet. Ga het plasje doen, mag toch niet hier? Bah. Bah. Vieze meid. Vieze meid.